De komende weken wil ik spreken over wat Jezus eigenlijk geleerd heeft. Want niet vergeten, we hebben al gevierd het feit dat hij overleden is en dat hij opgestaan is uit de doden. En we weten ook dat hij 40 dagen eigenlijk nog op aarde is gebleven. En hij heeft zijn discipelen toen lessen gegeven. Maar dan moeten we ons afvragen, wat voor les heeft hij hen gegeven? De Bijbel vertelt ons daar heel weinig over, terwijl de Bijbel ons daar heel veel over vertelt tegelijkertijd. We zijn ook bezig, we zijn net verleden week begonnen met onze Bijbelstudie over het Oude Testament. En dan ga je ook vaak zien dat wanneer je iets van iemand overneemt of zo, is het even belangrijk wat je weglaat. Soms belangrijker eigenlijk dan wat je meeneemt. En in de Bijbel zie je dat heel veel. Wat er weggelaten wordt, spreekt eigenlijk in principe boekdelen. Dus wat heeft hij eigenlijk gedaan toen hij die tijd weg was gegaan? Wat heeft hij hun geleerd? Ik ga vandaag spreken over de voorbereiding. De preek van vanmorgen heet de voorbereiding. En het heet leren leren. Klinkt grappig in het Nederlands. Hij moest zijn discipelen leren leren. Op school komen de studenten soms naar me toe en dan zeggen ze van, en ik heb verleden ook vaak meegemaakt waar mensen zeggen van, ik leer niet zo goed, ik heb moeite met leren. Ik heb gezegd, niemand heeft een probleem met leren. Waar je een probleem mee hebt is studeren. Er is een groot verschil tussen die twee. Iedereen kan leren, maar hoe studeer je? Hoe zet je dat netjes zodat je een examen kan halen? Dat is een groot verschil. En wij hebben heel vaak, zeggen mensen, ze hebben moeite met leren. Maar wanneer het op geestelijke dingen aankomt, moet je leren leren. En dan kan je later studeren. Maar je moet eerst leren leren. En dat is wat Jezus eigenlijk is komen doen. Hij heeft zijn studenten leren leren. Handelingen hoofdstuk. Ik ga deze week doen en dan ga ik volgende week mee door wat Jezus ons wil leren. En volgende week ga ik verder met een onderwerp. In het Hebreeuws heet het Kalil. Dat is een heel mooi woord. En daar ga ik volgende week, het is eigenlijk vervolg hierop. En daar ga ik later meer over zeggen. Want de Bijbel vertelt ons, ik heb de getuigenissen van vanmorgen gehoord en ik kan eerlijk zeggen, we zitten daar in principe bijna allemaal onder. We waren naar een vergadering twee weken geleden geweest van de leiders in deze regio eigenlijk. En de persoon die voorging, die zei, de mensen die daar zo verschenen waren allemaal voorgangers en oudsten. En dus leiders van de gemeente, verschillende gemeenten. En hij zei toen, laten we de Heer loof en prijs, alhoewel wij vaak niet begrijpen waarom wij bidden en toch steeds zoveel moeite hebben en bepaalde dingen niet beantwoord worden. Net zoiets zei hij. Dus we hebben daar allemaal mee te maken. En ik kan me ook als voorgangers natuurlijk, ik herinner me dat het dus een paar jaar geleden was een van die voorgangers die ook op zo'n vergadering van de regio leiders was. En hij zei dat, hij zegt als voorganger, hij zegt, ik ben toen de tijd, zei hij, ik was al 10 jaar ben ik voorganger. En hij zegt, wanneer alles slecht gaat, denk ik elke dag eraan om te stoppen. Hij zegt, wanneer alles goed gaat, 4 dagen per week, denk ik eraan om te stoppen. Het is tamelijk moeilijk om een christen, ik heb het altijd gezegd, christen zijn is niet moeilijk, het is onmogelijk. Niemand kan christen zijn dan de kracht van de Heilige Geest. En daar gaan wij de komende weken over hebben. Want wij hebben bepaalde dingen die wij moeten dragen. En Jezus heeft zelf ook gezegd, als ik heb geleden, gaan jullie ook leiden. Maar, kom tot mij, aan een diepe moeite en belasting, want ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Want mijn juk is licht. De reden waarom die juk licht is, is omdat heel vaak, daar was het natuurlijk 2 dieren en hadden ze een juk waar 2 dieren onder konden. Maar je moet niet vergeten, het sterkere dier, wat men vaak deed, ze nam een getraind beest en om een ander beest te trainen, zetten ze die ernaast. Maar dat juk was zwaarder op dat sterkere beest. Dus dat juk dat Jezus op ons legt, wij moeten gevormd worden. Ons karakter moet gevormd worden. Dus hij zet dat juk op zich en wij hebben een deel daarvan, maar het grote deel wordt door hem gedragen. En daar komt het vertrouwen in. Vertrouwen komt erin dat je ziet het niet. Al zie je het niet. En dat staat in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1, toch? Wat geloof inhoudt. Handelingen hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 5. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele tekenen levend heeft getoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, bood hij hen Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na niets. Ik bid vanmorgen dat u tot onze hart spreekt. Ik bid voor allen die ziek zijn, Vader God. En ik wil u ook vragen, Heer Jezus, dat er zijn velen van ons die op het ogenblik zwaar gebukt gaan onder problemen en omstandigheden. Maar ik bid dat u ons helpt, Vader, om die bij u te neer te leggen en te weten dat er niets met ons kan gebeuren dat u niet toestaat. Want wij zijn uw kinderen. En dank u hiervoor. Ik vraag u, Jezus. Amen. Nou, we kijken hiervan. Hij zegt hier dat hij aan hen verscheen
en hij vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnen en tot hun spreken over al wat het koninkrijk Gods betreft. Met andere woorden, hij kwam daar en hij legde hen uit. Nou, dan ga je zeggen, maar ja, maar hij heeft dat 3,5 jaar lang in principe al gedaan. Het interessante is dat Jezus heeft, tijdens zijn bediening op aarde, heeft Jezus zijn discipelen op 2 niveaus lesgegeven. Hij moest ze eerst leren leren. Want zij hadden bepaalde dingen die in hun was gekomen, die eruit gehaald moesten worden. Ik zal je dit vertellen. Ik geef al bijna 21 jaar hier Engels les. Maar de meeste van de Nederlandse Nederlanders krijgen Engels les al heel jong. Alle televisieprogramma's zijn in het Engels. Dus, en het is niet, ja, zoals ze noemen, dubbed, zoals in andere landen. Maar het is helemaal in het Engels heel vaak. En dan hebben ze dus de ondertiteling erbij. En dus de meeste Nederlanders spreken tamelijk een mondje vol Engels, spreken tamelijk goed. Ja, ik weet soms wordt het steenkool Engels genoemd en zo. Maar toen ik hier les begon te geven, merkte ik dat ik, en ik zeg het ook nou, ik heb nog nooit in Nederland Engels les gegeven. Ik heb nooit Nederlanders Engels geleerd. Wat ik eigenlijk heb gedaan, is ik moest hen ontleren. Ik moest hen het verkeerde Engels ontleren. Wat Jezus hier eigenlijk gedaan heeft, hij moest bepaalde houdingen, gedachten, handelingen die zij hadden, moest hij ze ontleren. En daar komt het eigenlijk op neer. Dus hij heeft ze op 2 niveaus les moeten geven. Het eerste niveau was voor zijn dood en opstanding. En dat was eigenlijk op een, zullen we zeggen, aards niveau. Op hun niveau heeft hij hem les gegeven. Dus hij gebruikte aardse begrippen om het koninkrijk van God naar hun hart te brengen. Dus de bergrede is daar een ontzettend goed voorbeeld van. Kijk even naar hoofdstuk 5 van Matthäus. Dus hij begon met de zaligsprekingen. Om in principe om hen de essentie dus van het koninkrijk God, dus waar het allemaal omheen draait, bij te brengen. Dat zijn de zaligsprekingen. Waaruit bestaat het koninkrijk van God? Het koninkrijk van God bestaat in, want hij staat hier en hij opende zijn mond en leerde. Dus toen hij de scharen zag, vers 1, ging hij de berg op. Nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. Zie je? Dus hij moest ze lesgeven op hun niveau. Hij moest hun dingen bijbrengen die van een heel ander niveau was dan zij gewoon waren. Zie je? Dus wat Jezus in principe heeft gedaan om hem naar zijn niveau te brengen, is hij eerst naar hun niveau gekomen. Hij heeft op hun niveau lessen gegeven, zodat zij naar zijn niveau kunnen gaan. Zalig de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig de honger en de dorst naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun is al barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om gerechtigheidswil, want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad over u spreekt, mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel. Want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Zie je, dus hij bracht het principe van het koninkrijk van God naar hen toe. Dus, zoals ik het zei, hij begon met de zalig spreken om de essentie van het koninkrijk van God en het koninkrijk van God bij te brengen. Zodat zijn woorden gaan beginnen te doen wat ze zullen doen met een ieder die in aanraking komt met Gods woord. Je kan niet hetzelfde blijven als je in aanraking komt met Gods woord. Dat kan niet. Het brengt eigenlijk een diepe innerlijke verandering. Om het zo te zeggen, het herschrijft je hard drive. Dat zijn die computers een beetje kennen. Okay? Je hebt een hard drive op je computer waar alle informatie op zit. Okay? Nou, wat ik jullie nog ga vertellen is een beetje gênant. Maar ik zat achter mijn computer een anderhalve week of zo geleden. We hebben op je programma van je computer heeft Windows 7, voor jullie die dat weten. Dat is de nieuwste en de laatste. Ik heb een ingeschreven bij Microsoft, zodat ze eens per maand sturen ze een e-mail waarin ze de nieuwste downloads hebben, dus dingen, de nieuwste programma's en zo. En dan stond er daarop, Windows 8 verkrijgbaar, download het. En dan kan je het zien. Maar er stond niet veel informatie, dus ik zeg, oh, het is een klein programmaatje en zo voor. Dus ik ga het even kijken hoe het is, want het is heel nieuw. Hè? Dus je kan je aanraken, je scherm en zo, als je aanraakt scherm hebt tenminste. En het ziet er heel anders uit. En wat ik toen gedaan heb, is toen heb ik mogen te klikken en denken, dit gaat eventjes duren, maar in tussentijd duurde het bijna 2 uur. En toen de computer herstartte, stond er Windows 8 op mijn computer. En door ging lezen, was dat nou het nieuwe programma. En toen ik ging kijken, was alles weg. Wel, niet alles weg, nee, het heeft alles herschreven. Alles was gewoon op de computer. Het was allemaal helemaal netjes daar. Maar toen ik verder ging lezen, dus toen ben ik gegaan naar Windows 8 om te kijken wat is de dingen, stond eruit, you cannot go back to Windows 7. Dat had mijn harde schijf helemaal herschreven. Dus toen, ik moet eerlijk zeggen, ik was een klein beetje in paniek. We denken van al mijn preken en allemaal was weg. Maar die waren er wel allemaal netjes. Hè. Maar toen heb ik zelf een paar foto's gemaakt. Man. En, maar goed, met andere woorden. Op een gegeven moment zei Peter tegen me, kijk, als je echt de moeite mee hebt, dan gaan we gewoon terug naar Windows 7. Maar ik heb gezegd, laat me het proberen. En hoe meer ik ermee bezig ben,
hoe meer ik zie dat het tamelijk interessant is hoe het in elkaar zit. En ik wil het best wel houden. Okay? Ik kan altijd weer teruggaan. Ik heb alle documenten enzovoort. Dus al gaat mijn, werkt het niet zo goed. En trouwens, Peter, ik heb net gelezen gisteren van de Consumentenbond dat je het niet op je hoofdcomputer moet zetten, want het is niet stabiel. Maar goed, we zullen zien hoe stabiel het is. Maar goed. Maar in ieder geval, mijn houding was, ik heb nou Windows 8 ervaren. Waarom wil ik terug naar Windows 7? Het is in principe veel mooier en het werkt in principe makkelijker. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Dus zij hadden Windows 7 en toen wou Jezus Windows 8 opzetten. Hij zei, hij moest hun harddrive helemaal herschrijven. Dat is eigenlijk wat hij moet doen. Je kan niet terug naar het oude leven als je het nieuwe leven hebt meegemaakt. Grappig hoe ik computertechnologie gebruik, hè, voor iemand van 2 eeuwen geleden. Okay. Maar goed, ik begrijp het principe nadat wat mij gebeurd is daar uiteraard. Dus wat Jezus op de bergrede zei, ging radicaal in tegen de bestaande orde, tegen de denkwijze en tegen de handel van de mensen. Dus in de bergrede, moet je vergeten, de bergrede bestaat niet uit de zaligspreking. De bergrede begint in hoofdstuk 5 en eindigt bijna in midden hoofdstuk 8. Okay? Dat is de hele bergrede. De zaligsprekingen zijn de eerste zaligzijn en zo. Maar de bergrede heeft hij ontzettend veel gezegd. Ik zie de bergrede eigenlijk meer als een troonrede van de koning die daar zat, die hij was en die hij is. Dus het ging radicaal in tegen alles wat zij geloofden en deden en handelden. Hij sprak tegen moord, hij sprak tegen overspel, hij sprak tegen echtscheiding in de bergrede, hij sprak tegen oneerlijkheid, hij sprak tegen wraakgevoelens, hij sprak tegen gedrag tegen vijanden, hij sprak tegen zelfzuchtigheid, hij sprak tegen schijnheiligheid, hij sprak tegen gierigheid. Het staat allemaal hierin. Het staat er allemaal in. Als je kijkt bijvoorbeeld, om je voorbeeld te geven, als je kijkt naar, hij zegt hoofdstuk 5, ik blijf maar op het ogenblik van hoofdstuk 5, zegt hij, vers 19, wie een van de kleinste deze geboden ontbindt en de mens zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen, doch wie ze doet en leert, zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Zie je, dus het omdraaien van alles wat je hebt geloofd. En dan zegt hij, en begint hij in vers 21, gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doodslaan. Zie je, hij praat nou over moord, nietwaar? En dan praat hij over vergiffenis, vers 23, wanneer u gave brengt naar het altaar en daar herinner dat uw broeder iets tegen heeft, laat de gave daarvoor het altaar, verzoen met uw broeder. Vers 25, wees vriendelijk jegens uw tegenpartij enzovoort. En vers 27, er is gezegd, gij zult niet echt breken. Zie je, hij praat nu over echt breken. En dan praat hij over het radicale, want je moet niet vergeten, hij zegt op een gegeven moment, indien uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Als uw hand u tot stelen, kap het eraf enzovoort. Dat heet eigenlijk in taal heet dat hyperbole. Dus het is een overdrijving om een punt te maken. Want je moet niet vergeten, iemand die blind is, kan even goed lusten als iemand die ogen heeft. Waar of niet? Dat is in je gedachten. Ja? Nou. En dan praat hij verder. Is ook gezegd, wie zijn vrouw wegzendt, zie je nou praat over echtscheiding. En dan zegt hij hier, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. U hebt gehoord, vers 33. Gij zult uw eed niet echt preken en zo. Dus nou praat hij hier natuurlijk over dat wat je zegt zo moet zijn. Dat je niet, dat mensen goed moeten weten wat je, als je zegt dat je iets gaat doen, dat je het gaat doen. Punt uit. Dat je in eerlijkheid natuurlijk. En dan had hij, met andere woorden, hij sprak hier over elk onderdeel. Dus het oneerlijkheid sprak hij dan vooruit over wraakgevoelens. Gij hebt gehoord, vers 43, hebt uw naaste lief en uw vijand zult geen haten. Maar ik zeg, u hebt uw vrienden lief. Dus hij sprak over wraakgevoelens. Iemand, dus er is geen oog om oog en tand om tand. Moet je niet doen. Sprak hij, zegt hij hier ook, en hier, en wat ik net gelezen heb, gedrag tegen je vijanden. Dan praat hij over zelfzuchtigheid natuurlijk, hoofdstuk 6. Ziet u dat je gerechtigheid niet doet voor mensen, om door hen opgemerkt te worden. Hij zegt, als je iets gaat geven, als je iets gaat doen, laat niemand het weten. Kijk, vers 3 van hoofdstuk 6, maar laat, als je almoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Ziet u? Hij moest hen leren over, hij sprak hier natuurlijk over schijnheiligheid. Als je gaat bidden, moet je niet op de hoeken staan en luid op bidden en uitbazuinen wat je allemaal gedaan hebt. Dat is schijnheiligheid. Dus hij sprak hier over schijnheiligheid. En natuurlijk sprak hij hier ook natuurlijk over, sprak hij over het bidden, hoe we moesten bidden. En dan sprak hij over vasten. Okay? Dat is ook onderdeel van schijnheiligheid natuurlijk. Want die stonden dan met lange gezichten enzovoort, zodat iedereen kon zien dat ze aan het vasten waren. En dat ze zo geestelijk waren, dus schijnheiligheid. En dan sprak hij in hoofdstuk 6 vers 19, ging hij praten over schatten. Schatten opbouwen, dus gierigheid. Je kan God niet dienen en mammon. Ja? Dus al die onderdelen die hij heeft gedaan, dus letterlijk die onderdelen van moord, overspel, echtscheiding, oneerlijkheid, wraakgevoelens, gedrag tegen vijand, zelfzuchtigheid, schijnheiligheid, gierigheid. Hij wou al die dingen rechtzetten, want die horen niet bij en in het Koninkrijk van God. Die mogen niet zijn in iemand die een onderdeel is van het Koninkrijk van God. Zie, het moment, het Koninkrijk van God is op aarde gekomen op het moment dat Jezus werd geboren. Want het moment de koning verschijnt, is het koninkrijk er ook.
Het koninkrijk gaat overal waar hij is. En dat is wat toen hier is gebeurd. Maar, zie, het probleem was dat zijn discipelen en de mensen om hem heen waren nog veel te gemoeid met het aardse. Ze waren veel te veel bezig daarmee. Ze werden er helemaal overrompeld door. Ze waren er helemaal overspoeld mee. En daarom heeft hij in Lucas 21, kijk even naar Lucas 21, staat er, toen hij opkeek zag hij de rijken hun gaven een offerkist werpen. Ook zag hij behoeftige weduwe 2 koperstukjes geven. En hier praat hij, zat daar met zijn discipelen en hij liet zijn discipelen dit allemaal zien. Maar als we verder kijken naar hetzelfde hoofdstuk en we gaan naar hoofdstuk 21, vers 34. En hij sprak hier tot zijn discipelen en hij zegt, zie toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard wordt door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, dat die dag niet plotseling over u komen als een strik. Want er zal komen voor allen die gezeten zijn op de oppervlakte der ganse aarde. Waakte alle tijden biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Dus hij zegt, om mij te kunnen zien, moet je je harde schijf laten overschrijven. Hij zegt, want die roes, dat je niet bezwaard wordt door roes en dronkenschap. Niet vergeten, heel vaak wanneer mensen zich helemaal overrompeld voelen, dingen willen ze het wel. Maar daarom zijn drugs en alcohol zo tamelijk wijdverspreid, overal. Je hoort ook nog dat je van jonger dan 16 jaar, heb je van die 15 jaar en zoveel die met alcoholvergiftiging in het ziekenhuis worden opgenomen. Meer en meer zijn elk jaar. Hè? Dan moet je heel voorzichtig mee zijn uiteraard. Dat moet je echt met je kinderen daarover hebben. Onze kinderen blijven bidden. Nou, hij zegt hier, dronkenschap, hij zegt nimmer bezwaard wordt door roes en dronk. Dus je neemt de drank op je heen om je zorg van de wereld te vergeten. En hij zegt, op een gegeven moment wordt het een strik, want op een gegeven moment kan je daar niet los meer van komen. Ja? En daarom zegt hij, want hij zegt, het komt over de ganse aarde. Ze allen die gezeten zijn op de oppervlak van aarde. Dus hij wou hun laten zien. Hij zegt, dit is wat waarin jullie leven. Dit is wat jullie meemaken. Maar je hoeft dat niet meer. Het hoeft niet meer zo te zijn. Want het koninkrijk van God is over jullie gekomen. En het koninkrijk van God bestaat uit, bovenal, in dit geval. Ze zijn bezwaard. En ze zijn bezwaard door de dingen van het leven. Waardoor ze zich overgeven aan dronkenschap, zorgers, levers, onderhoud enzovoort. Dat ze al die dingen op hun afkomen, maar hij heeft hun één ding gegeven. Galaten hoofdstuk 5 vers 1. En daar staat, het is om vrijheid dat Christus ons vrij heeft gemaakt. Laat u niet wederom het slavenjuk opleggen. Vrijheid, dat is het punt. Wat heeft hij komen doen? We zijn nog vrij. Om daar niet meer onderhevig aan te zijn. Ja, wij zullen problemen hebben. De Bijbel zegt ook, de problemen van de rechtvaardigen zijn vele, maar de Heer redt hem uit alle. Niet sommige, niet bepaalde, maar alle. Na zijn dood en opstanding gaf hij een les op een heel ander niveau. Hij gaf een les op het geestelijk niveau, op zijn niveau. Maar, zei hij, en dat hebben we ook gezien, om dat te kunnen doen, hadden ze iets nodig. Eerlijk gezegd hadden ze iemand nodig, de Heilige Geest. En daarom zei hij tegen hun, hij gebood in Jeruzalem niet te verlaten, hoofdstuk 1 vers 4 van Handelingen, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader die gij zeide heeft, wat gij van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Dat was 10 dagen nadien dat hij vertrokken is. En hij zegt hier, en dat zie je ook, dat hij zegt hier aan zijn discipelen dat hij hun les gegeven op een dieper niveau. Dus hij zegt, op een gegeven moment zegt hij ook tegen ze, ik kan jullie meer vertellen, maar jullie kunnen het nou nog niet aan. Herinner je die tekst? Ze konden het nog niet aan. Waarom kon ze het nog niet aan? Want hij was nog niet overleden. Hij was net niet gestorven voor ons. En hij was niet opgestaan uit de doden. De overwinning daarover, de dood, was er nog niet. Want het moment dat Jezus stierf, de dood overwon, de opstanding van ons allemaal was daardoor bewerkstelligd, konden wij nou op dat niveau gaan denken en leven. En dat zie je ook bij de discipelen gebeuren. Maar het kon pas gebeuren na de vervulling met de Heilige Geest. Laten we even hierna kijken naar Lucas hoofdstuk 24. Lucas 24. Ik lees dan vers 36. En terwijl zij hierover spraken, stond hij zelf in hun midden, en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch hij zeide tot hen, waarom schijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet dat een geest geen vlees en been erin heeft, zoals gij ziet dat ik heb. En bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofde en zich verwonderde, zei hij tot hen, heb gij hier iets te eten? En zij reikten hem een stuk van een gebakken vis toe en hij nam het en at het voor hun ogen. Zie, Jezus had het verheerlijk lichaam nou. Vers 44, en hij zeide tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.
Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zeide tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredikt worden, bekering tot vergeving der zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuige van deze dingen en zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. Zo, dus hij zei van, ja, hij, kijk, zo staat hij, hij opende hun verstand zodat zij de schriften kunnen verstaan. Maar om erna te leven heb je de Heilige Geest nodig. Daarom zie hij, ze begrepen het, maar hij zegt, ik ben nog niet klaar. De enige persoon die je kan helpen om daarna te leven. Als je naar deze wereld kijkt, zijn er een paar miljard christenen. Ja? Maar christen zijn is niet iets dat wij doen, het is iets dat wij zijn. Het moet de ware essentie van jouw wezen, moet daaraan uitgedraagd worden. Dus kijk, in aanraking komen met het woord van God, doet wat met de menselijke geest. Door de Heilige Geest. Hebreeën 4 vers 12 zegt dit. Staat hier, want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het oordeelt dachten en de denkwijze van het hart. En het oordeelt, het schrift staat er ook, gedachten en de denkwijze, dus de attitude, de overleggingen van het hart. Met andere woorden, God kijkt niet naar wat je doet, hij kijkt naar waarom je het doet. Daarom zijn er zoveel, maar Heer, in uw naam hebben we. Ja, maar in Heer, in uw naam hebben we. Ja, maar in Heer, in uw naam, zeg ik, ik ken je niet. Weet je wat, je hebt die dingen voor jezelf gedaan en in mijn naam daarvoor gebruikt. Je hebt het niet in mijn naam gedaan, maar je hebt het in jouw naam gedaan voor jezelf. En je hebt mijn naam daarbij gebruikt. Zie je? Dus daar kan je zien dat wanneer deze mensen voor hem staan en al die dingen hebben gedaan, hebben ze het puur en simpel voor zichzelf gedaan. Zodat zij die eer en glorie zouden daarvan zouden krijgen. En dat mag niet. Want de Bijbel leert ons heel duidelijk, en daar zijn we allemaal bewust van, ik ben ontzettend duidelijk bewust van, zonder mij kunt je niets. Dat zegt Jezus. En dat is ook zo, want ik vind het altijd zo interessant dat je hebt van die mensen die machtig zijn, ze zijn door de eeuwen heen, zijn machtig, ze hebben legers enzovoort. En iedereen kijkt naar ze op, ze kunnen doen en laten en wat ze willen enzovoort. En ze gaan en ze veroveren werelden en dan boempats vallen ze dood. Als jij boempats dood kan vallen, heb jij niets te zeggen over je leven. Heb ik gelijk of niet? Je weet niet wat er met je kan gebeuren. Dan bedenken de buurman die jaren geleden aan de overkant bij mij woonde. Ik heb het heel lang geleden, 15 jaar langer zelfs. Dag op zijn bank, nog geen 43 jaar. Dag op de bank televisie kijken, boem, hij was dood. Boem. In volle gezondheid. Later zijn ze erachter gekomen dat een stukje kalk in zijn aders los te komen. Hier is blijven steekboom door. De doktoren hebben later aan zijn vrouw gezegd, al lag hij op de tafel en wij hadden hem open, konden we niets meer voor hem. Je hebt niets te zeggen hoe deze mensen kunnen leven en zo. Ze hebben niets te zeggen. Laat me zelf denken aan John toen hij jaren verleden vertelde dat het ziekenhuis was. En hij vertelde mij dat hij met een, hij was op bezoek daar. En hij vertelde me dat er een rijk, dat was een rijke man daar, een multimiljonair die daar zo was. Geloof ik in zijn midden 40 jaar en zo. En hij vertelde aan John. Hij zei, ik heb meer geld dan ik mee kan doen enzovoort. Maar hij zei, ik zou iedere cent geven als ik gezond kan zijn. Want hij had kanker en hij ging sterven. Mag je net zoveel geld? Ik ga je niet zeggen, geld is het niet. Gezondheid is het belangrijkste. En daarover heb ik niet alleen lichamelijke gezondheid. Ik heb het ook over mentale gezondheid. Geestelijke gezondheid. Dat is in mijn opinie het belangrijkste. Niet eens lichamelijke gezondheid. Voor mij is het geestelijke gezondheid het belangrijkste. Want daar kan je overal mee naartoe. Maar hij zegt hier, want het woord Gods is levend en krachtig. Dus het woord van God is levend. Met andere woorden, het doet wat. Als jij daarmee in aanraking komt, gaat het je wereld ondersteboven draaien. Het gaat je harde schijf herschrijven. En je kan niet terug naar Windows 7. Want hij zegt, het gaat zo diep. Het scheidt van één ziel en geest, gewrichten en merg. Dus hoe kan je ziel en geest? Ziel en geest zijn praktisch één, maar het kan het doen. Zie je, dat is waarover dit tekst is. Ziel en geest zijn praktisch één, maar het kan het tussenin gaan. Want dat is het woord van God. Fijn, fijn, fijn. Kijk niet naar wat je doet, kijk naar wat je denkt, waarom je het doet. God kijkt naar de motivatie achter jouw daden. Johannes 16, lees dan vers 5. En hij zei, en nu ga ik heen tot hem die mij gezond heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Vers 8. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid, opdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, opdat de overste deze wereld veroordeeld is. En nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Zie je? Want de Heilige Geest moet dat voor ons dragen. Doch wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zie je? Dus hij zegt, kijk goed wat er staat. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, vers 12, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, zie je?
Maar wanneer hij komt, toch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Zie je? Jij kan het niet dragen, maar hij gaat je het helpen dragen. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en aan u verkondigen. En al wat de Vader heeft is het mijne, daarom zeg ik, hij neemt uit het mijne en ik zal het u verkondigen. Zie je? Dus dat is heel duidelijk in Gods woord. Hij zegt, jullie kunnen niet dragen. Daarom stuur ik de Heilige Geest, zodat jullie die taak kunnen uitvoeren die ik jullie opleg. En dat jullie die verandering die je persoonlijk moet aankunnen, die je persoonlijk moet doen, zal aankunnen. Het is nooit bedoeld dat wij dit alleen doen. Het is bedoeld dat wij met elkaar doen. Daarom staat er in de Bijbel, verzuim het samenkomen niet. Want christen zijn alleen is onmogelijk. Je hebt anderen nodig. En hij zegt ook hier, in vers tot en met 11 zegt, hoe wordt de wereld overtuigd van zonde natuurlijk, van zonde? Want hij zegt hier, omdat ze niet in mij geloven, als je niet in Jezus gelooft, dan blijf je in je zonde. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader. Want zie je, hij heeft onze gerechtigheid, alle gerechtigheid is vervuld in Jezus Christus door zijn dood en opstanding. Maar nou zijn wij gerechtvaardigd door bij God. Dat is wat hij hier zegt. Hij zegt van oordeel, omdat de overste der wereld is veroordeeld. Satan is nou veroordeeld, hierdoor veroordeeld. Want in Johannes 17, vers 23 staat er, ik in hen en gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt. En dat gij hen hebt lief gehad, gelijk gij mij lief hebt gehad. Dus hij zegt dat de wereld, dat zij volmaakt zijn tot één. Dus hoe weet de wereld dat Jezus gekomen is, wanneer wij één zijn? Daar weet de wereld niet dat Jezus gekomen is, want wij zijn niet één. We zitten allemaal tegen elkaar in en die kerk is beter dan die en die praat beter dan die en die. Dat is allemaal nonsens, want niemand kan iets dan zonder de Heilige Geest. Daar komt het eigenlijk op neer. Zie je? Dus hij zegt, hoe wordt de wereld overtuigd van zonde, van gerechtigheid, van oordeel? Doordat wij, door ons gedrag, door de Heilige Geest, hen dat laten zien. Waardoor zij tot inkeer komen en willen komen. Dat ze naar ons kijken en zeggen van, ik heb Jezus gezien. Dat ze naar ons kijken en zeggen van, als dat een christen is, wil ik het zijn. In vers 13 van deze tekst staat er, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Dus de Heilige Geest begon hen te begeleiden, hij begon hen te inspireren, hij begon hen over te nemen. Dus hij dirigeerde hun handel en hun wandel. Dus zij vereenzelfden zich met de woorden van Jezus. Dus het was niet meer langer een kwestie van horen en doen, maar het was een kwestie van zijn en daarna handelen, automatisch. Zo'n beetje wat een paar maanden of zo geleden over hebben gehad, Yira en Avoda. Ja? De Yira is dat diep ontzag, die A voor God hebt en zo, waardoor je niets anders kan doen op je knieën vallen en dan bidden. Avoda, dat is die Avoda, het werk. Kijk even nog naar Jacobus hoofdstuk 2. Jacobus praat hierover. Hij praat over wat Jezus in het woord vertelde. Wat hij hun doorgaf in zijn woord. Wat hij deed op de berg. In de bergreden. Hij zegt vers 14. Jacobus vers 14. Wat baat het mijn broeders of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Het antwoord is natuurlijk nee. Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en voedsel en dagelijks voedsel. En iemand u zegt tot hen. Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed zonder hem echter van het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dit? Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. En niets dat dood is kan het koninkrijk God binnengaan, dat begrijpen we wel. Maar zal iemand zeggen, vers 18, gij hebt geloofd en ik heb werken, toon mij dan uw geloof zonder werken en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft dat God één is, daarom doet gij wel. Maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaraan kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken. Zie je? Dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken. En dat dit pas geloof volkomen werd. En dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. En het schriftwoord dat vervult, dat zegt, Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Vers 24, gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. Geloven alleen is niet, dus zoals ik vaker zeg, een stoel warm houden op zondagmorgen is geen bediening. Je kan niet zitten wachten op dingen. Ik maak soms mensen mee die zitten te wachten tot iets op hun afkomt. Dat is niet wat Gods woord ons leert. Gods woord leert ons om te lopen en te doen en geest zal ons verder leiden. Ik herinner me jaren geleden, ik heb het ook verteld, was er een jonge man die vond dat hij, God had hem geroepen tot het zendingsveld en hij ging alle soort
heb alles soort organisaties bezig om te zorgen dat hij genoeg geld had om te gaan en zo. Dus ik kwam een keertje naar hem toe zeggen, we gaan in de stad evangeliseren, we gaan pamfletjes uitdelen. Nee, God heeft me daarvoor niet geroepen. Dat slaat toch nergens op? Dus hij deed niet zijn evangelisatie in Nederland, want God heeft me alleen voor Brazilië geroepen. Wat doe je met die dat gedachte van bloei waar je geplant wordt? Zij zei dat toen, ik voelde dat God mij riep. En maar ik wist niet waarvoor hij me riep. Ik was in de muziekdingers en ik was tamelijk goed op met de muziek. Ik schreef liedjes, ik speelde in bandjes enzovoort. En speelde in de kerk en alles enzovoort. Dus dat was mijn bediening. Okay. Maar ik wist niet waarvoor God mij riep. Dus toen heb ik gezegd, okay, totdat God mij roept, ga ik doen. Wat deed ik? Ik ging op bezoek bij de mensen thuis die ziek waren. Ik maakte de kerk schoon, dat was toiletten doen en een koper poetsen enzovoort. Ik ging naar de gevangenis in Rikers Island, als jullie daarvan gehoord hebben, Law and Order. Daar ging ik elke vrijdag naartoe, 2,5 jaar lang. Midden in de gevangenen, echt niet achter een ding, maar midden in kamers enzovoort mochten wij gaan. Dat heb ik gedaan. Ik ging pamfletjes uitdelen in het park. Nadine en ik deden dat op een gegeven moment later toen ik haar leerde kennen. Ik heb alle soort dingen gedaan. Ik deed het allemaal. Want ik wist niet wat hij wilde dat ik deed, dus ik deed het allemaal totdat hij heeft gezegd, hey, hier ga je naartoe. Zo is het gedaan. Dus terwijl God mij riep, ik weet niet wat hij me voor riep, dus deed ik maar alles. Zoveel mogelijk. Ja? Het is gewoon een principe dat ik heb geleerd. Je gaat tot God je geroepen, maar dan ga je echt niet stil blijven zitten. En trouwens, al die dingen hebben mij gevormd. Geen van die dingen gebruik ik nou praktisch, maar ze hebben mij gevormd. En ik weet ze nou ook weer te gebruiken, uiteraard. Ja? Romeinen 12 vers 1 en 2. Er komen nog een paar teksten en dan zijn we zo afgelopen. Want hij wijst ons in deze tekst. Zie je, zoals we ze net hebben gezien. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook geloof zonder werken dood. Zie je? Dus dat was eigenlijk wat Jezus kwam doen. Want die mensen die toen leefden, en de mensen die wij vaak hebben, zijn christenen die denken dat als zij geloven in Christus, dat dat alles en meer dan genoeg is. Maar hij zegt, het geloof en het doen kan je niet van elkaar scheiden. Dat is wat hij zegt hier. Je kan het niet van elkaar scheiden. Als je gelooft, ga je doen. Ja? En daarom zegt hij in de Romeinen 12 vers 1, hij zegt, ik vermaan u dan broeders met beroep op barmhartigheden Gods, dat u uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welvallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, Windows 7, maar wordt hervormd door het vernieuwing van uw denken, Windows 8. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welvallige, welvolkomen. Wil je weten wat de wil van God is? Dan moet je denken moet vernieuwd worden. En die gelijkvormigheid aan de wereld moet je afleggen. Want heel vaak merk ik dat christenen die mensen willen bekeren, dat zij eigenlijk met die mensen gaan meedoen in plaats van ze zeggen van nee, wij zijn anders. Het wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, staat er. En dan zeggen ze, ja, maar je moet je soms kleden als hun, je moet je soms gedragen als hun enzovoort. Ja, maar dan wat doe ik met het woord heilig? Dan kan je het woord heilig de Bijbel uitsmijten. Want heilig betekent in principe, heilig is kadosh. Dat betekent letterlijk apart. Ik doe niet wat zij doen, ik ben apart, ik sta apart. Dus de bedoeling is dat als je mensen tot Jezus wil brengen, moet je een omgeving laten zien van het goddelijk, waardoor zij zeggen, ik wil daar mee. Dat zij naar jou toe komen, want Jezus heeft zelf ook gezegd, ik maak jullie vissers van mensen en niet jagers. Maar wat doe je met een vis? Je stopt een net en wat doet die vis? Hij zwemt erin. Wat doe jij met jagen? Jij gaat achter dat beest staan en je schiet hem neer. En dat is niet waarvoor wij geroepen zijn, zie je? Wij moeten een omgeving in ons, in dit geval, creëren, zodat de mensen, dat wij het geestelijke om ons heen, waardoor de mensen zeggen van, ik wil daar naartoe. Maar niet dat wij gelijkvormig waren aan hun om hun eruit te halen. Want als jij daarin gaat, is het moeilijk voor jou om eruit te komen. En trouwens, ik ben er al in geweest en ik vind het niet prettig. Dus ik ga echt niet meer terug. Weet je wat ik bedoel? Dat zou onze houding moeten zijn. Want trouwens, in Korintiërs 3 vers 16 zegt, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de Gods geest in u woont? Dat is wie wij zijn. 2 Korintiërs 6 vers 16 zegt, wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan kan ik toch niet gelijkvormig worden aan deze wereld, want dan kan ik niet bij God zijn. Want Jezus heeft zelf gebeden in Johannes 17. Ik bid dat niet dat u ze uit de wereld haalt, maar dat u ze beschermt. Zie je, we blijven erin. Wij kunnen niet veranderen dat we in de wereld zijn. Maar wat wij wel kunnen doen, is wij kunnen onze omgeving wel veranderen. En die omgeving is in onze gedachten, is onze houding, is onze denkwijze, onze attitude. Dat veranderen wij. En hier is het koninkrijk van, begint het koninkrijk van God. In het geloof dat wij dan uitdragen. Dus wij zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen. Niet alleen wonen, maar wandelen met hun meegaan enzovoort. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En dan eindig ik met 1 Korintiërs 14 vers 1 aan. Dat zegt, volg de weg van liefde. Volg de weg van de liefde. Als je de weg van de liefde volgt, ga je daar ook naar handelen. De weg van de liefde, iemand heeft honger, je geeft hem wat, want dat is de weg van de liefde. Geloof en werken kunnen niet apart. Wat Jezus daar op die berg redeneert, wat Jezus ons wil laten zien, wat hij ons wil leren
wat hij ons wou leren, is dat we in de wereld zijn, maar we niet van de wereld zijn. Dat de wereld een bepaald stelsels heeft, maar dat wij in deze wereld wonen, maar in het Koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God heeft een stelsel dat alleen door de Heilige Geest kan komen. Heer, ik dank u vandaag voor uw woord. Ik dank u dat u onze God bent, Vader God. Zoals u zegt, wij zijn de tempel van de levende God. En dat u onder ons zal wonen en wandelen. En dat u onze God bent. En wij zijn uw volk en wij danken u voor. Want wij zullen met u verenigd worden. Ik weet dat de wereld soms zo zwaar op ons drukt. Alle dingen op ons afkomen. Maar Heer Jezus, namens mijn broeders en zusters, namens mijzelf, mijn familie, namens onze de christenese wereld, Vader God, leg ik dit allemaal aan de voeten van uw genade. Want u bent onze heiland, u bent onze verlosser, u bent onze Heer, u bent opgestaan. En wij belijden, Vader God, wij geloven in ons hart dat Jezus Heer is en wij geloven en wij belijden met onze mond dat u hem uit de doden hebt doen opstaan. Tot eer en glorie van Jezus. Dank u. Reinig ons opnieuw met uw bloed, Vader God. Dat vragen we in de naam van Jezus.